idee gekomen omdat ik met iemand zat te praten die een energietransitiefonds runt. En toen hadden we het over de portefeuille. En toen zaten daar minder zonnebedrijven, minder windmolenfabrikanten en minder van dat soort ondernemingen. En vooral best veel halfgeleide bedrijven. Okay. En ze legde me ook uit van, dat komt ook wel voor een groot deel. Als je ziet hoeveel hoe de wereld er nu uitziet en hoe de wereld er in het ideale plaatje uitziet. Want als je alleen al kijkt naar bijvoorbeeld hoeveel stroom er verloren gaat tussen het moment dat het opgewekt wordt en het moment dat het het stopcontact komt, dan is dat hoeveel gaat er verloren, wat denk je? Het zou echt waarschijnlijk heel veel, aangezien je het zo vraagt. Dus ik denk dat ik daar flink fout in, want ik heb geen enkel idee. Ik ga voor 40%. Het is 70%. Ah, kijk eens. Dus we kunnen heel veel winnen met groene energie. Bizar veel. We kunnen nog beter, nog meer winnen door slimmer en zuiniger met de energie om te gaan die we hebben. En wat heb je daarvoor nodig? Je hebt er gewoon een veel beter netwerk voor nodig. Wist je bijvoorbeeld dat er in een netwerk waarmee we zonne-energie aan het gewone net koppelen, zitten naar verhouding 15 keer zoveel chipwaarde als in een bestaand infrastructuurnetwerk voor elektriciteit? En ook voornamelijk weer, en daar kom ik weer terug bij wat Jeff zei, de auto's. Want in een gewoon zo'n goede elektrische auto zitten tot 15 keer zoveel chips als in een ouderwetse gewone benzine- of dieselwagen met een verbrandingsmotor. Mm-hmm. En voor sommige bedrijven is dat een hele mooie gewoon groeimarkt om die chips, want die normaal met energie, dat wordt warm, dus je moet het zorgen dat het niet te warm wordt, die chips. Het zijn allemaal speciale dingen die daarbij komen kijken. En er zijn een paar bedrijven die daar wel behoorlijk goed in zijn. En voor een deel zijn dat zijn dat de bekende namen. En dan kom je bij de bedrijven uit, dus Infineon en NXP. En een aandeel wat Rick Doest elke ronde tafel altijd roept, is Melexis, het Belgische Melexis. Ja, waar hij altijd een heel groot fan van is. Ook recent bij ons weer getipt, volgens mij. Ja, en hij heeft een hele serie, in dit segment nog een hele serie heel dure bedrijven. Maar de mooiste vond ik onSemi. En dat is een Amerikaanse fabrikant van halfgeleiders. Dat is een wat kleinere speler dan de andere ondernemingen. Die hebben een jaaromzet van ongeveer 8 miljard. Dat is de helft van bijvoorbeeld Infineon. En alles wat met massaproductie heeft, hebben ze de afgelopen jaren afgestoten. Dus ze richten zich volledig op het hogere segment. En dat is vrij breed. Het is wel voor een heel groot deel. Het is ongeveer de helft gaat naar de auto-industrie. Maar ze maken bijvoorbeeld ook chips voor elektriciteitsbedrijven, voor de opslag van stroom, voor het omzetten van speciale zonnepanelen naar het gebruikelijke net. Ja. En eigenlijk een heel brede range aan chipoplossingen hebben ze. En dat hebben ze onder de mooie titel Intelligent Power Solutions. En wat doen ze? Chips with lower weight, reduced system cost through unparalleled efficiency. Dus ze zorgen er gewoon voor dat die chips heel efficiënt zijn, dat er geen daarbij ook geen elektriciteit verloren gaat. En ze zijn heel slim aan het investeren. Ze gaan een nieuwe fabriek bouwen. Nou ja, ze zeggen dat doet iedereen tegenwoordig wel in de chipsector. Ja, ik wou net zeggen. In Amerika? Of zijn ze nog aan het kijken. Ze twijfelen tussen Tsjechië, de Verenigde Staten of Korea. Waar alle landen zijn ze al actief. En wat is er bijzonder aan deze fabriek? Daar gaat het ruwe materiaal in. Silicon carbide. Dat is gewoon een klein stofje. En daar komen dan complete chips uitrollen. En heel vaak heb je nog dat er allemaal stapjes tussen zitten. Kan ik me voorstellen. Het voordeel van één fabriek is natuurlijk, omdat heel veel van die partijen, heel veel afnemers, die weten nog wat er gebeurd was tijdens de coronapandemie. Met de hele die logistieke keten die stil kwam te liggen. Chiptekorten, allemaal ellende. Mm-hmm. En als je gewoon één fabriek hebt waar je gewoon het hele proces binnen kunt houden, heb je een heel groot voordeel op andere bedrijven. En zij zijn binnen veel segmenten zijn ze al een van de grootste spelers. Dus het wordt steeds moeilijker voor andere ondernemingen om hier een voetje tussen de deur te krijgen. En dat is altijd wel iets waar ik wilde net vragen inderdaad, want als dit zo een als die efficiëntie, het klinkt namelijk als een heel loos verhaal, maar denk, dan springen alle andere partijen er ook op in, maar ze zijn gewoon dus marktdominant. Dat is het. In dit segment zijn ze dat wel. En dat doen ze steeds meer, wat ik zei. Ze hebben al alle commodity chip fabrikanten hebben ze afgestoten. En ze richten zich steeds meer op de autosector. En het mooie is daarvan dat zij een van de manieren zijn om eigenlijk te profiteren van die elektrificatie in de automobielindustrie, zonder dat je hoeft te wedden of te gokken eigenlijk op welke autobedrijf daar het beste uiteindelijk in gaat slagen. Wie er als winnaar uit die slag gaat komen. We zijn dan wel heel afhankelijk van die grondstof, neem ik aan. Als zo'n fabriek louter
Of dat het enige proces is in de fabriek en die toevoer of zo, dat stokt op een of andere reden? Dat is ook met andere partijen. Zodra die toevoer stopt, dan houdt natuurlijk alles op. Het grote verschil is dat je dus andere logistieke ketens, alles dat het risico daar weghaalt. Ja, okay. Dus op die manier hebben ze wel een selling point naar de grotere autofabrikanten. Het mooie is, omdat zij zo goed bezig zijn, hebben ze ook best wel vrij concrete doelstellingen. In zoverre dat sommige bedrijven die vinden het moeilijk om een kwartaal vooruit te kijken. Zij hebben gezegd van, wij gaan de komende jaren 10-12% groeien. Wij gaan onze omzet van 8,3 miljard in het vorige boekjaar uitbouwen naar 13,9 miljard in 2027. Mm-hmm. En niet alleen dat, ze hebben ook nog gewoon heel concreet doelstellingen voor mijn favoriete maatstaf, de vrije kaststroom erbij gegeven van 1,6 miljard vorig jaar naar 3,5 tot 4 miljard in 2027. Okay. En dan heb je gewoon, zeker ook als je ziet hoe ze gepositioneerd zijn, ze willen dan 40% van hun binnen hun markt in handen hebben, gewoon een aandeel. Mm-hmm. Dan heb je eigenlijk best wel een mooi verhaal. Oké, toegegeven, je deint nog wel een beetje mee op de golven van de chipsector, omdat je natuurlijk wel afhankelijk bent van materialen en natuurlijk van de autosector die niet de meest stabiele is, maar op de lange termijn. Zij zijn in staat, want ze hebben gewoon een heel sterke balans, ze zijn in staat om daar doorheen te investeren en door te gaan. Dus ik vind dit eigenlijk wel een van mijn favoriete aandelen in dit segment. En ze hebben, worden veranderd voor ongeveer 20 maal de verwachte winst. Als je dat afzet tegen bepaalde aandelen in het segment kunstmatige intelligentie, dan is het werkelijk waar een koopje. Want is dat het? Het valt aan onder de chipsector. Is de koers ook meegegaan met de hele tech-hype, De koers is meegegaan, de winsten ook. En daarom heb je niet echt zo'n bubbel die je in andere delen van de markt kunt hebben. Het is wel al flink gestegen, maar dat komt ook omdat ze operationeel zo goed bezig zijn met management die precies aangeven, wij gaan niet deze kant op, we richten ons op deze segmenten. En daar slagen ze ook echt in om die chips, gewoon de contracten te krijgen, de chips te leveren en zich te positioneren. Dus ik vind dit eigenlijk wel een van mijn favoriete aandelen voor die hele energietransitie, zonder dat je dan denkt aan windmolens, elektrische. Ja, zeker. Ik vind het een hele leuke insteek. Eentje onder de motorkap.